Hallo, mijn naam is Peter Hoefnagels. Wat jij meemaakt op school zie je elke woensdag bij mij terug in de klas. De koppelwerkwoorden. Wie kent ze uit het hoofd? Dat zijn mooie rijtjes om uit het... Ja, is het wel of niet? Ja... Wel? Ik dacht dat ik A had, maar... Nee, dat vraag ik niet. Ik vraag of je de koppelwerkwoorden, of je dat kan opnoemen. Nee, denk ik. Niet? Je maakt heel veel goed met je glimlach, laat ik het zo zeggen. Met even weg. Ja. Oké, ik heb zin om iemand op zijn hoofd te slaan met deze map. Wie biedt zich daarvoor aan? Lex. Zullen we Lex doen? Want ik zie Lex heel vaak achterom kijken. We gaan Lex doen. Ja. Want Lex zijn kapsel zit een beetje te hoog. Ja, Lex zijn kapsel zit een beetje te hoog. Zo. Hé, lekker. En jij. Ja, maar zo. Sowieso. Af en toe moet een leraar ook zijn agressie kwijt. Dus vandaar. En dit is een... Ja. Dit is een goedgekeurde map waar je leerlingen mee mag slaan. Met deze map. Dus die heeft elke leraar tegenwoordig van de overheid gekregen. Een map waar je dus leerlingen mee mag slaan. Dan gaan we ietsjes terug naar vroeger. Dus, nog meer gegadigden? Bilal? 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 Je weet dat je hem terugkrijgt. Weet je zeker? Ja. Ik weet wel vrij. Ik weet het vrij. Eerst deze proberen. En dan. Als je doet, ben je de lul. Ja? Ik ben wel heel nieuwsgierig. Ik ben de lul. Ja? Ik ben de lul. Maar als ik jou aai alleen. Je raakt mij niet aan. Nee, maar ik raak je ook niet aan. De map raakt jou aan. Nee, je raakt me niet aan. Wil jij een keer proberen? Nee, joh. Ik heb niks gedaan. Nee, dit gaat echt niet goed. Nee. Gaat ie, Lex? Ja? Ik denk dat ik eventjes daar moet kijken. Goed. Nou, ik tot nu toe... Hallo, Bilal. Gaat het weer goed? Ja? Ik heb niks gedaan. Ik denk dat de map toch niet zo goed werkt. Waar is Siem? Daar is Siem. Hé, hey Siem. Nou, Hij gooit hem uit de grond, hè, voor jou. De map werkt toch niet zo heel erg goed. Mag ik? Ja. Goed. Ja. Ja, doe maar, pak je maar uw schriften weer. Ja. Nee, dat mag niet meer. Ga je even zitten, Maxime? Even zitten. Werk op zich wel. Ga even zitten, Uria. Ja. Hey, ga eens even zitten. Ga jij daar zitten? Ik durf er niet meer. Jawel, lukt wel. Ga maar zitten. Ja. Siem, zitten. Hij gaat mij slaan. Nee, hij gaat jou niet slaan. Niks meer doen. Zitten. Ja, oké. Nou, je ziet. Kiet. Toch, Kiet? Dat deed pijn. Ja, dat vind ik wel zielig. Want dat is ook namelijk een vrij harde map. En dit zijn zachte mappen, Bilal. Dus, jongens, dit was een experiment. Maar ik denk dat het toch niet echt heel erg goed werkt. Het is een beetje een lolletje, want we hebben natuurlijk hartstikke goed gewerkt afgelopen tijd. Dus dan wil ik tot slot dat deze map, de hoofdslaan leerlingmap, wordt misschien in 2017 geïntroduceerd. Alle leraren zouden hem krijgen. Is er een vrijwilliger die op mijn hoofd wil slaan? Ja. Lex dus. Gewoon hier bovenop, hè? Gewoon er bovenop. Even mijn bril af. Ja! Neem een alo. Rustig aan, hè? Want als het goed is, is deze map helemaal niet pijnlijk, namelijk. Wat ga je doen, Lex? Zal ik hem zo... Kom
Kom eens. Ik haal je erin, zo zeg maar zo. Ik geef een aan jullie. Ja? Voor jullie. Goed. Oh! Geen enkel probleem. De map is goedgekeurd. Dit was nou typisch zo'n geval van lolletjes maken in de klas. Heb jij daar ook zo'n voorbeeld van? Laat het me weten. En wil jij de klap op mijn hoofd in slow motion zien? Kijk dan op Instagram. Goed, duimpjes omhoog als je het leuk vond. Volg me op Facebook, Instagram. En dan zeg ik gegroet, ga je allen en tot de volgende week. Groetjes, hoi.